Almere City naar huis in de rode tenues tegen MVV. Dat het zwaar heeft, ook qua personele problemen. Niet helemaal benijdenswaardig is. En het balverlies hier voor Almere levert een mogelijkheid op voor MVV om eruit te komen. Oussama Zamouri onder andere. En de redding is uiteindelijk voor Michael Wout de eerste kans van deze vrije trap. Kolwijk is een specialist. Ja, je mag je lichaam beschermen. En zo gaat deze bal niet op de stip. Waar natuurlijk al wel protesten waren vanuit Almere. 0-0 is de ruststand. Dan de tweede helft probeert MVV hier weer aan te zetten. Met onder andere Juri Schrooien. We hadden een sieraad in de ploeg bij MVV. Dat het zeker, ondanks het feit dat ze een hele kleine selectie hebben met ook nog wat coronaproblemen, het hartstikke goed doet. Hier een poging, een manhaftige poging om de score te openen voor Almere. Maar dat gaat dan niet. Dan zitten we inmiddels in het laatste kwart van de wedstrijd. Thomas van Heijt onder andere met een kopkans uit die vrije trap. Er waren meer mensen die naar voren kwamen. Onder andere deze Frederik Helstroep, de centrale verdediger van Almere City. Dat op jacht gaat natuurlijk naar de treffer. Want thuis beginnen tegen MVV. Ik wil niet zeggen dat ze 3 punten reeds hadden ingecalculeerd. Maar je gaat er toch enigszins vanuit. Prachtige uithaal van Verre. Redding is van Bill Lathouwers. Het schot van Ben Sabou. En dit is een kopbal die er eigenlijk gewoon in moet. Margarita van dichtbij. Maar ook hij treft geen doel. En heel af en toe komt MVV er brutaal weg uit. Het is de 79ste minuut. Als die bal hier blijft liggen, kan er dan geschoten worden? Ja, maar net naast geprikt ook. Mogelijkheid voor Zamouri. En dus geen treffers. Teleurstelling met name bij Almere City. Het eindigt in 0-0 tegen MVV.